Goedenavond en welkom bij de derde aflevering in onze serie De God van Abraham, Isaac en Jacob, waar ik in gesprek ga met Henk Binnendijk. Henk, goedenavond. Dag Sarah. We gaan het vanavond hebben over de vrucht van de stilte en Abraham die de stilte opzoekt, terwijl zijn neef Lot naar de stad onder de mensen ging wonen. Ja. Hoe ging dat? Waarom moest Abraham per se die stilte opzoeken? Omdat Abraham geproefd heeft dat God hem als eenling wilde hebben. Hm. Abraham wist, ik moet voor Gods aangezicht zijn. Je hebt ook weer even terug naar de profeet Elia. We hebben er wel eens meer even over hem gehad. Elia komt bij koning Ahab voor de eerste keer. En het eerste dat, met die hongersnood. En het eerste wat hij zegt is, zo zegt de Heere, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Hm. Alsof hij zijn visitekaartje overhandigt. Dit is mijn beroep. Ja. Ik sta voor Gods aangezicht. En Abraham heeft dat ook geproefd, hè, geweten, ik moet er zijn voor God, ik moet zijn aangezicht zoeken. Daarom ging hij in de stilte. Beetje een kluizenaar was hij eigenlijk, of niet? Ja, dat is geen goed woord. Dat blijkt ook al heel snel hier, hè, want wat gebeurt er? Er komt oorlog. En Sodom komt in oorlog, er zijn 5 koningen tegen 4 koningen. Met een aantal van die koningen. En die komen op Sodom af, waar Lot woont. Ja. En dan wordt Sodom veroverd. En alle inwoners van Sodom worden in krijgsgevangenschap weggevoerd. Ook Lot, met zijn vrouw en zijn 2 dochters. En die zitten daar dan heel ver in het noorden. Ja. En dan komt er een man en die komt bij Abraham. Die zegt, meneer Abraham, ik wil u vertellen wat er gebeurd is. Alle bewoners van Sodom die zijn weggehaald en uw neef ook, Lot en zijn vrouw en zijn dochters. En wat doet Abraham dan? Jij zegt, Abraham, een kluizenaar. Ja. Moet je eens kijken wat hij doet. Hij haalt zijn mannen bij elkaar. Blijkt dat hij een heleboel slaven heeft, knechten heeft. 318 staat er. En hij vormt een legertje. En dan neemt hij zijn 2 vrienden mee. Eno en Askol, die daar bij hem in de buurt wonen. En dan trekken zij weg naar het noorden. En proberen zij de bewoners van Sodom te bevrijden. En dat lukt. Ze verslaan de vijand. Mm. En ze bevrijden de bewoners van Sodom. En ze brengen ze terug in Sodom. Nou, daar heb je het principe. Wat heeft Lot voor Sodom betekend? 3 keer niks. Wat heeft Abraham voor Sodom betekend? De kluizenaar. Hij heeft ze bevrijd. Dus jij... Hij heeft ze teruggebracht naar de stad. Zou je kunnen zeggen dat God kon werken door Abraham omdat Abraham God zocht en niet eerst bij de mensen was? Ja, dat is een absolute Bijbelse waarheid hoor. Abraham wist, God is de Almachtige. Kijk, wij maken dit soort programma's. En ik ben in de loop van de jaren er echt achter dat je geen bijdrage kan leveren in het Koninkrijk Gods. Dat God dat alleen kan. Ja. En wat God van mij vraagt is afhankelijkheid. Heere, wil u doen. En dat is waardoor God zijn koninkrijk maakt. God doet het. Geldt dat eigenlijk voor iedereen van ons? Want stel dat iedereen de stilte op zou zoeken. Ik weet niet of de wereld daar groot genoeg voor is, maar hoe dan zou dat de wereld werken? Er heel anders uitzien. Ja, denk je? Absoluut een feit. Absoluut een feit, ja. Kijk, als God zegt, als het eerst het grote wordt in het Oude en het Nieuwe Testament, dat hij de eerste plaats wil hebben, dan kun je daar niet omheen. Mm. En als mensen dat zouden doen, of je nou een prediker bent of dat je dat niet bent, zou de wereld er heel anders uitzien. Als een moeder leert om te leven voor Gods aangezicht en dagelijks tijd te nemen om God te zoeken, wordt ze een betere moeder. Mm. Ja. Ja, maar die moeder die denkt, nee, ik moet er voor mijn kinderen zijn. Ja. En daar gaat ze mee de mist in. Ze moet God de eerste plek zijn. Moet eens kijken hoe leuk of dat voor de kinderen is. Die kinderen zien de verandering. Die zeggen, nee, moeder. Dat geldt voor een vader, geldt voor opa, oma, allemaal. Mm-hmm. En goed, en bij Abraham is dat dus ook het geval. Hij zoekt de stilte en daarom kan God door hem heen werken. Ja, en daarmee krijgt hij het bewijs hoe waardevol het is om God als eerste te hebben in zijn leven. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel kostbaar voor hem. Hè? Ja. Als je dat een paar keer gezien hebt, dan weet je, daar moet ik zijn. Niet daar, maar daar moet ik zijn. Je hebt dus in dat verhaal dat Abraham met zijn 318 mannen ten strijde trekt en hij wint. En dan komen er 2 koningen op hem af. Ja. De koning van Melchizedek, de koning van Salem. Ja. En de koning van Sodom. Ja, en als eerste wordt genoemd de koning van Sodom. Hè? Dat staat in hoofdstuk 14. Daar staat, toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van die koningen. En dan het volgende vers, en Melchizedek, de koning van Salem.
Salem is toch ook een woord wat voor Jeruzalem gebruikt wordt. Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. En het is alsof Abraham daar kiezen moet. Aan wie geef ik aandacht? Aan de koning van Sodom of aan de koning van Salem? En hij kiest voor Salem. Ja. De koning van Sodom komt als eerste. Hij kiest voor de koning van Salem. En wat brengt hij mee? Want straks brengt die koning van Sodom, die zegt, jij mag de hele buit hebben. En dan zegt Abraham nee tegen. Wat brengt de koning van Salem mee? Melchizedek, dat is een heel wonderlijk figuur. Priester van de Allerhoogste God wordt hij genoemd. Ja. En het Nieuwe Testament zegt ons, hij is aan de Zoon van God gelijk. Hij brengt mee brood en wijn. Als wij ons avondmaal vieren, hebben we brood en wijn. Ja. Toen Jezus het laatste avondmaal vierde, zei hij, dit brood is mijn lichaam wat voor jullie verbroken wordt. Die wijn is een teken van mijn bloed wat voor jullie vergoten wordt. Hier krijgt Abraham voor de eerste keer te maken met iets, proeven van Jezus. En wij denken, nou, dat heb je erin gelegd. Nee, Jezus zelf zegt, Johannes 8, Abraham, en straks komen we dat veel ruimer tegen, Abraham heeft erna verlangd om mijn dag te zien en hij heeft die gezien. Als hij straks zijn zoon gaat offeren, heeft Abraham Golgotha gezien. Heeft hij God gezien en heeft hij Jezus gezien. En hier komt een man, de koning van Salem, met brood en wijn. Als een soort voorbode waarbij Abraham natuurlijk ook heel sterk weet, ik heb het niet gewonnen. Ja. Wat zegt hij ook? Hè? God heeft jou de overwinning gegeven over die koning. God heeft het gewonnen. Heb je weer precies hetzelfde principe. En dat baseert hij al op het allergrootste wat God deed. God gaf zijn zoon die zijn lichaam gaf om te worden verbroken. Zijn bloed om te worden vergoten. Dat is het grote centrale in het denken van God. Vanaf het allereerste begin is het dat geweest. Alles wat we straks in het Koninkrijk Gods vinden is de vrucht van het brood en de wijn. Is de vrucht van het offer van Jezus. Wij kunnen dat niet doorgronden, maar dit is zoiets groots geweest dat zelfs Abraham al hier heel in het begin daarmee geconfronteerd wordt. Maar dus hier al zelfs in Genesis wijst dat brood en die wijn vooruit naar het offer van Jezus. Ja, dat kan niet anders. Het kan niet anders. En nogmaals, Jezus bevestigt dat door te zeggen, hij heeft er naar verlangd, mijn dag heeft hij gezien. En straks, nogmaals, dan ga je dat veel sterker zien. Maar het is helemaal vanaf het begin, hè. God zegt, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Tekst uit Genesis 2. God is bezig voor zijn zoon. Alles wat God, dat doet hij voor zijn zoon. En zijn zoon heeft zijn leven gegeven. Wij praten daar zo verschrikkelijk makkelijk over. Maar we kunnen het niet vatten. Wat het betekent dat God de Almachtige zijn zoon geeft om te sterven. Zijn lichaam en zijn bloed geeft. En Abraham, en dat is natuurlijk, we hebben dat niet gezegd in het begin, hè? Maar ik kan dat hier wel even aanhalen. Als Abraham weggaat uit Ur, is de eerste stad die hij tegenkomt Babel. Daar ziet hij een half afgebouwde toren. Daar vraagt hij hoe dat komt. En dan staat er in het Nieuwe Testament, Abraham woonde in tenten, want hij verlangde naar de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Hij heeft gezien die toren van Babel, van beneden naar boven. Dat is verstoord, dat lukte niet. Maar God is bezig om een stad te bouwen. Dat wil zeggen dat Abraham 4000 jaar geleden meer zag dan misschien de doorsnee christen nu ziet van die stad die straks uit de hemel neer gaat dalen. Ja, ja. En dat is ook met Jezus zo. Dat heeft hij heeft heel veel van Jezus gezien. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat Abraham de buit van Sodom weigert? Want in principe had hij er recht op, hij had gewonnen. Ja, ja, dat zegt hij er ook bij. Want die koning van Sodom die zegt, jij mag de hele buit hebben. En dan zegt hij tegen die koning, dat was natuurlijk de koning van Sodom, van een verschrikkelijk slechte stad. Dan zegt hij tegen die koning, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, opdat je niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. God gaat Abraham rijk maken, niet de koning van Sodom. En Abraham, ik wil dat geef het maar aan mijn vrienden, prima, die hebben meegeholpen, maar ik niet. Wat zegt dat voor ons leven? Wat zegt dat voor ons leven? Als we een voorbeeld willen nemen aan Abraham? Dat uiteindelijk voor hem
het geestelijke de hoogste rol speelde. Mm. Wij weten allemaal in dit leven dat we geen stuiver meenemen als we overlijden. Dat is nou eenmaal een absolute, maar we kunnen wel iets meenemen. Ja. De Heer Jezus zegt tegen Maria, die aan zijn voeten zit, zij heeft het goede uitgekozen, dat wordt niet van haar weggenomen, het neemt ze mee. En je kunt in de hemel arm aankomen, ja, dat is al een moeilijke uitdrukking als ik hem zo gebruik, maar je kunt ook heel rijk in de hemel uitkomen. Ja. Rijk zijn in God. Abraham wil alleen maar rijk zijn in God, dat geestelijke, dat is wat hem boeit. Ja. En dat materiële speelt een rol in zijn leven, zoals bij ons allemaal, maar niet meer dan een bijrol. Ja. Hoe kan je daartegen wapenen dat je niet, als je zelf bijvoorbeeld een soort van overwinning hebt behaald, dat je niet jezelf de eer geeft, maar juist God de eer ja, geeft? Ja, hoe moet ik me ertegen wapenen om niet na elke uitzending die wij hier opnemen te denken, nou Henk, heb je niet verkeerd gedaan. God heeft me dat geleerd in de loop van de jaren. Ik zal het voorbeeld niet gebruiken hier, want dan wordt het te laat. Maar God heeft mij geleerd dat zodra ik denk, dit heeft met mij te maken, God me duidelijk maakt. Heb je dat door schade en schande geleerd? Ja. Ja, ja. Ja, het is te lang om het te vertellen. Mm. Maar ik heb het goed geleerd. Ja. Denk ik redelijk. Ik heb zelden de neiging om te denken, dit heb ik gedaan. Ja. Het is God. Ja. Nu komt Abraham na deze ontmoeting met Melchizedek, met de koning van Sodom, komt hij weer thuis en dan krijgt hij, ja, wordt hij somber eigenlijk. Wat gebeurt er eigenlijk? Ja, somber in die zin dat hij denkt, ja, hoe pakt dit uit? Mm. Ik heb 5 koningen tegen mij in het harnas gejaagd. En als ze straks zich verenigen met elkaar en ze komen op mij af met mijn 318 mannen, dan word ik in de pan gehakt. Ja. Dat ga ik absoluut verliezen. Dus dan is hij bang. En dan komt God. Heb je weer zoiets. Zo, God ziet weer. Dat uit de hemel. God ziet wat Abraham gedaan heeft. Dat hij gekozen heeft voor brood en wijn. Door Jezus de eer te geven. Door, en dat hij de koning van Sodom op een afstand houdt. En God denkt, dat is wat ik bedoel. Abraham. Mm-hmm. Toen Lot van Abraham gescheiden was, verscheen God. Ja. Dus toen was God een stap verder met hem. Ja. Ook hier en nou verschijnt God. En God ziet dat Abraham een beetje bang is. En omdat hij dat ziet, is het eerste wat hij tegen hem zegt, hoofdstuk 15, vrees niet, Abraham. Ik ben je schild en je loon zal zeer groot zijn. En dan komt er voor de eerste keer een gesprek. Dan gaat Abraham gaat spreken met God. Dat heb je nog niet eerder gezien in de Bijbel. Je ziet hoe die relatie vertrouwelijker wordt. En Abraham zegt hier, God zegt, uw loon zal zeer groot zijn. En zegt die heren, wat zult u mij geven daar ik kinderloos heen ga? En de verzitter van mijn huis, Eliezer, die zal straks alles erven. En God zei, nee, zie, want hij zegt, u hebt mij geen kinderen gegeven. En zo, God zegt, dat zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. En dan staat er zo leuk dat God hem meeneemt, dus in de nacht, God nam hem mee naar buiten. Dus uit zijn tentje vandaan neemt hij hem mee naar buiten en zegt, Abraham, kijk eens naar de sterren. Nou, wie van ons wel eens in de woestijn geweest is, weet hoe fascinerend of de sterrenhemel in de woestijn is. Zie je de sterren van horizon tot horizon, links, rechts, voor, achter. Je weet ook nog dat er beneden net zoveel zijn als dat er boven zijn. Tel ze eens, zegt God tegen Abraham, dat kan hij natuurlijk niet. Zo is je nageslacht. Zo is je nageslacht. En Abraham heeft niks in handen, heeft geen kinderen. En dan staat al het prachtige woord, Abraham geloofde God. Als u dat zegt, Heere God, dan geloof ik dat het echt zo zal zijn. Ja. En dat wordt hem, ja, daar is God heel blij mee. Er staat hier, dat wordt hem tot gerechtigheid gerekend. God is heel blij dat hij zegt, Abraham, ik ben blij dat je mij gelooft. Ik weet van een zendeling, Hudson Taylor. Daar is een boek van geschreven en dat heeft als titel... dat hij God geloofde, hoe dan ook, ik weet niet precies. Er komt een man bij hem op bezoek en die zegt tegen hem, u bent de man van dat grote geloof, hè? En toen zei Hudson Taylor, nee, ik ben die man van die grote God. En dat is het geheim, hè? Als wij denken, we moeten een groot geloof hebben, nee, we moeten een grote God hebben. Ja. En dat is bij Abraham ook. Abraham geloofde God. Hij wist, als hij de schepper is van dat heelal, hij zegt, zo wordt jouw nageslacht. Heere God, ik geloof u. Ja. Ik geloof u. Want God had het al eerder beloofd, hè? Dat Abraham tot een groot volk zou worden. Ja. En nu wordt het iets concreter. Zeg ik dat goed zo?
Ja, nou, kijk, er gebeurt niks in het leven van Abraham. Er komt geen kind. Nee. En dus het wordt voor hem steeds benauwder. Mm. En God heeft twee dingen beloofd. Ik ga je dit land geven. Nou, daar heeft hij nog geen meter van. En ik ga je een geweldig nageslag geven. En dan over dat land, dat is het tweede waar hij over gaat praten. Dat is, dan zegt hij, Heer, heb u niet een teken dat ik weet dat u me dat land geeft? Want ook dat heb u beloofd. Maar Heer, waaraan zal ik weten, vers 8, dat ik het bezitten zal, dat land? En dan zegt de Heer, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Dat is natuurlijk iets wat wij absoluut niet begrijpen kunnen. Nee. Maar dat was een verbondsluiting. Als twee mannen, twee koningen vaak, met elkaar een verbond wilden sluiten, dan namen ze een dier en sneden dat midden door en de ene kant legden ze daar en de andere kant legden ze daar. Abraham moest zelfs drie dieren nemen. Mm. En daartussen is bloed, hè? Wat is het idee dan achter het dat? Het idee is dat ze samen dan, die twee die dat verbond willen sluiten, moeten samen over dat pad gaan. In Jeremia heb je daar een prachtige tekst over. Samen over dat pad, over dat bloedpad, over dat offer. Als een duidelijk beeld, de ene kant en de andere kant zijn een eenheid. Hmm. Zo sluiten wij een verbond. Dit hoort bij elkaar. En dat wil God ook met Abraham doen en zegt, neem dat nou maar. Maar het liep toen een beetje anders. Hij? Het liep toen een beetje anders, toch? Het was niet. Het liep anders, want er komen roofdieren op af. Mm. En dan wordt Abraham een beetje moe en een beetje slaperig. En dan valt hij in slaap. En daar in slaap gaat God opnieuw tegen hem spreken. Ik denk dat we dat eerst even zeggen moeten, voordat we het andere zeggen. Dan gaat God tegen hem spreken en zegt Abraham... Nee, er staat nog iets anders eerst. Er staat, hem overviel, vers 12, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. Mm. Daar heb ik ook veel over na zitten denken. Dan denk ik, als je God volgt, zit de duisternis hier op je hielen. Hm. Ik merk dat, ik werd vanochtend wakker. Dan is het zo donker, geestelijk zo donker. En dat is niet de enige keer dat ik dat beleef. Als je God wil dienen, dan zit de duivel je op je hielen om de zaak te verstoren. En hij kan met zijn duisternis zoveel druk op je leggen dat je niet meer verder kan bijna. Mm. Die dingen gaan vaak... En dat zie je hier bij Abraham. God is daar en hem overviel een angstwekkende, hij wordt er bang van, diepe duisternis. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat God hem iets vertellen over de toekomst. En hij zei, weet voor zeker, Abraham, dat je nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat niet van hun is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar lang. Maar ook dat volk, dat zal ik leiden, en uiteindelijk dan zullen jullie met veel bezit het land dus verlaten, maar dat duurt nog 400 jaar, want eerder, ik heb die tekst eerder genoemd, is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. Mm. Dus God doet dat pas op het moment dat er zoveel zonde is in het land Kanaan, dat God zijn eigen volk gaat gebruiken om die volken uit dat land dus te jagen. En ik heb al gezegd, andersom doet God het ook. Hij gebruikt andere volken om Israël uit het land te jagen als Israël God niet dient. Ja. Dat zie je hier dus ook. Maar dat gaat gepaard met een angstwekkende, diepe duisternis als Abraham aan zijn nageslacht denkt, 400 jaar lang, wat ze zal overkomen. Ik herken dat een heel klein beetje, als ik aan mijn nageslacht denk. We hebben 5 kinderen, we hebben 12 kleinkinderen. En het wordt vaak donker bij me als ik aan hun nageslacht denk. Dan denk ik, wat moeten zij straks verduren? Mm. Hoe zijn ze al anders dan ik in mijn jeugd was? Er komt zoveel op ze af. Ik las gisteren in een tijdschrift van de Reformatorische Kerk dat die precies hetzelfde zien, ook kerkverlating, omdat hun jongeren, die gaan de wereld in, ze gaan studeren, ze krijgen een baan. En daar komen ze zulke andere dingen tegen dan wat ze in de kerk van hun predikant horen. En sommigen haken los en anderen weten het niet meer. Dat zal in de toekomst denk ik heel zwaar worden.
Het zal voor mijn, en niet alleen mijn kleinkinderen, maar voor de opgroeiende jeugd heel moeilijk worden om de Heer Jezus te volgen. Ik hoef niet details te noemen, want dat doe ik te vaak. Maar hoe moeilijk voor hen in deze wereld, en daarom overvalt hem een angstwekkende diepe duisternis. Ja, ja. Wat ik wel apart vind als je kijkt naar dit hoofdstuk, is dat Abraham bang was. In ieder geval zich zorgen maakte. Dat God dan tot hem komt, vrees niet. En dan komt hij met zo'n angstwekkende boodschap, dat er 400 jaar slavernij zal zijn. Ja, God zegt daarbij dat dat Abraham niet zal overkomen. Die tekst heb ik overgeslagen. Maar God zegt daarbij, maar jij zult in vrede tot je vaderen gaan. Je zult in hoge ouderdom begraven worden. Pas het vierde geslacht. Dus voor Abraham geldt dat persoonlijk niet. Wel voor zijn nageslacht. En mede daarom denk ik dat er toch een angstwekkende diepe duisternis over hem valt. Ja. En ja, dat als ik naar de toekomst kijk, word ik niet vrolijk. Ja, ja en nee. Ik word vrolijk, dat is het goede woord niet. Ik verblijd me omdat ik weet dat God de regie heeft. En dat er niks uit de hand loopt. Dat hij op de troon zit. Dat hij precies weet wat hij van plan is. En dat ik weet dat hij iets van plan is. Dat vind ik zo. Ik moest van de week denken over, ik denk, wat heeft God vandaag veel geleden. Dat is gek, hè. God die liefde is, moet vreselijk veel lijden als hij ziet dat er een meisje verkracht wordt. Als hij ziet dat mensen elkaar haten en ruzie krijgen, maar ook doden. Als hij ziet de oorlog in Syrië. God zelf moet verschrikkelijk lijden als hij dit allemaal ziet gebeuren. En toch, want dat is de vraag die mensen vaak stellen, hè, waarom grijpt God niet in? Hij is almachtig en hij is liefde. Waarom laat hij die ellende voortduren? Hij kan toch ingrijpen? Dan denk ik, God grijpt niet in omdat hij zijn plan wil afmaken. God net, is net bezig. Zoals hier dat de tijd vol moet zijn. Ja, de tijd moet vol worden en God gaat met zijn volk Israël een weg, een moeilijke weg. Als ze van hem wegdwalen, betekent dat dat ze echt in de moeilijkheden komen. Daarom stimuleert hij ze voortdurend, blijf nou dicht bij mij, dan kan ik mijn plan met je verwezenlijken. Maar God heeft iets in zijn gedachten wat zo groot is, dat meesterwerk, dat God niet bereid is om dat nu al stop te zetten, omdat ze, jij en ik zijn er nog, omdat hij zijn plan wil doorzetten. Ja. Maar wanneer is dan wel de tijd dat aan dat lijden een einde komt? Als het klaar, als het af is. Als het af is. En dat weet God alleen. God ziet, God wil jou de kans geven, God wil mij de kans geven en onze kinderen de kans geven om deel te hebben aan dat meesterwerk wat hij gaat voltooien. En de Bijbel zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons gaat openbaar gaat worden. Dat betekent dat het plan wat God voor ogen heeft zoiets goddelijks groots is, dat God die liefde is, het ervoor over heeft om elke dag te lijden als hij ziet wat er op deze aarde gebeurt, omdat hij dat meesterplan af wil maken. Ja. Ik weet geen ander antwoord. Ja, dat zie je eigenlijk ook een beetje in dit hoofdstuk terug, hè? Dat het eerst gaat over die 400 jaar van slavernij, maar dat, het, ja, dat er dan toch God dat verbond sluit met Abraham. Ja, ja, en dat verbond alleen is heel merkwaardig dus, want je leest dan dat Abraham in slaap gevallen is. Ja. Ze moeten er samen tussendoor, dat pad tussen die twee dieren. Maar Abraham slaapt en dan staat er, toen de zon was ondergegaan en er een dikke duisternis was, zie, een reukende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Maar Abraham slaapt. Dat wil zeggen dat terwijl ze eigenlijk allebei van de partij zouden moeten zijn om tussen die twee dieren door te gaan over dat pad van bloed, Abraham ligt te slapen. God gaat alleen. God is de enige die de prijs betaalt. Wat zegt dat? Dat zegt dat Gods verbond, als hij dat sluit met jou en mij, in wezen een eenzijdig verbond is. Hij zorgt ervoor, het is zijn. Hij zegt bijvoorbeeld in Jesaja, om mijnentwil doe ik het. Het is zo'n meesterwerk wat God aan het maken is, dat hij jou en mij niet nodig heeft. Staat ook in de Bijbel, er staat,
God die zich niet door mensenhanden laat dienen alsof hij nog iets nodig had. Mm. God heeft jou niet nodig, heeft mij niet nodig. Hij gaat in zijn eentje tussen die twee stukken door. Mm. Hij, het is uit hem en door hem en tot hem. Het is God en God alleen. Dat is zo geruststellend. Dat doet je niet achterover hangen. Want je bent er helemaal bij betrokken. Abraham was er helemaal bij betrokken. Hij zag wat er gebeurde. En toen het erop aankwam, wist hij... God heeft me niet nodig, maar hij gaat wel een verbond met me sluiten. Mm. God kan het zonder mij. Hij gaat in zijn eentje tussen die twee stukken door, die drie stukken door die daar liggen. Hij betaalt zelf de prijs daarvoor, maar ik ben er wel bij. Mm. Ik ben er wel bij betrokken. En dat te weten, hè, dat is wat Jezus zegt. Het laatste woord aan het kruis van Jezus was... Het is volbracht. Ja. Hij zegt niet het is volbracht, maar dan moet jij wel zorgen dat... Ja, ergens moet je dat wel, want je kan niet zeggen oh, het is volbracht, dus maar je kan is, achterover. Maar ja, wat is onze rol dan? Onze rol is zich bij God blijven. Mm. Dat is alles waar het op aankomt. Mm. Ervoor zorgen dat je leven zo is ingedeeld dat je dicht bij God blijft. Ik heb wel eens in een vorige serie gezegd... Wie van jullie leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? Daar krijg ik kritiek op. Wat een wettisch mannetje is die Henk. Dan zeg ik, ja jongens, maar als je nou niet eens een kwartier per dag in de Bijbel leest, wat heb je dan met God? Kan je dan spreken van een relatie? Als je een partner hebt die per dag niet eens een kwartier de tijd voor je heeft, wat heb je dan met die partner? Dat is wat God wil. God wil dat wij dicht bij hem blijven, dat we iets opbouwen, waardoor we God gaan liefhebben met ons hele hart. En dan zegt hij, ga maar, ik ga met je, ik zorg ervoor. Hmm. Prachtige voorbeelden in de Bijbel waarin God duidelijk maakt, ik maak dat het goed komt. En dat geeft ons ook een hele ontspannen, ja, actieve, ontspannen houding. Dus God alleen die het doet. Ja, een diep verlangen om God te zoeken, wetend, hij doet het alleen. Ja, dankjewel Henk. Volgende week gaan we het hebben over menselijk geknoei. Kun je me daar alvast een tipje van de sluier over oplichten? Ja, in die aflevering zit nogal wat menselijk geknoei. En met alle kwalijke gevolgen van dien, maar je ziet ook hoe God het uiteindelijk oppakt en inkleurt en God zelfs dat menselijk geknoei in zijn plan gebruiken kan om toch zijn doel te bereiken. Ten goede kan keren eigenlijk. Ten goede, ja. Ik kijk er naar uit. Ik hoop dat u volgende week natuurlijk ook meekijkt. Voor nu bedankt voor het kijken. Dit was de derde aflevering in onze serie De God van Abraham, Isaac en Jacob. Graag tot volgende week.